Ja. Nog niet zo lang, maar ik heb wel ervaring met het opstellen van structuurvisies. Een structuurvisie is nu een verplicht instrument geworden, hè? Sinds de wetswijziging WRO. Wij hebben al een structuurvisie, structuurvisie plus, die zijn we aan het actualiseren. In het kader van het actualiseren van dat plan wordt op dit moment al duidelijk van hoe gaan wij in de toekomst om met de ruimte die we nog hebben. Ja. En hoe gaan we in de toekomst om met de behoeften. Zoals die naar voren komt bij alle ruimtevragers. Hmm. En woningbouw is een van de ruimtevragers. Een aantal dingen zijn van belang, denk ik. Daar loopt elke gemeente tegenaan. Op de eerste plaats, hoe is het geweest met de regie in het verleden? Heb je als gemeente altijd de regie gehad? Hmm. Of heeft de markt de regie gehad? Dat is wezenlijk. Bijvoorbeeld over woningbouw. Ja, ja, ja. Dat is heel wezenlijk. Heb je als gemeente aan het touwtje getrokken, of heeft de markt aan het touwtje getrokken? Heb je als gemeente grondposities gehad, of heb je de markt de grondposities laten verwerven, bewust of onbewust? Nou, dat soort dingen, dat wordt heel belangrijk, want ik zelf heb het idee dat er in Nederland heel veel is bepaald door de markt. En dat wij eigenlijk als overheid te weinig grip hebben gehad op de woningmarkt. Kijk, er zijn natuurlijk gewoon afstemmingen regionaal tussen gemeente en... Tussen gemeente en provincie, wat over bouwprogramma's. Dat kan soms heel spannend zijn, want er zitten echt tegenstrijdige belangen in. En elke gemeente wil bouwen en zich ontwikkelen. En, als je naar onze gemeente kijkt, dan zijn het eigenlijk 6 kernen waarvan je constateert, nou, daar zit in ieder geval geen groei meer en misschien wel een krimp. Mm-hmm. En hoe hou je nou het draagvlak voor voorzieningen in de kernen wel op orde. Weten dat het zullen altijd 6 kernen blijven. En voorzieningen zijn niet alleen winkels, maar ook maatschappelijke voorzieningen. Maatschappelijke voorzieningen, scholen, steunpunten voor zorg. Allerlei soorten voorzieningen. Okay. En dat is een hele spannende, hè, want daar moet je wel een soort... die krimp kan dat wel in gevaar brengen. Ja. Maar proberen we eigenlijk alleen als het regionaal bestuurskrachtig... goed georganiseerd is. Ja, kijk, we zitten, als je ons vergelijkt met regio's Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, die al veel langer bestuurlijk samenwerken, die zijn ook in bouwprogramma's veel verder. Ik weet in Rotterdam zijn er gewoon afspraken over bouwprogramma's en bestuurlijk ook gewoon vastgesteld. Nou, dat moet zich hier, daar zijn we ook mee bezig. We hebben, dan moeten een aantal gemeenten ook gewoon wel de autonomie in die zin willen overdragen naar een bestuursorgaan. Ja, dat is in Rotterdam in de regio Rijnmond. Ja, in de stadsregio Rotterdam. Ja. Bouwvolumes worden gewoon echt door de stadsregio vastgesteld. En dat worden alle gemeenten die hebben daar hun... Dit trekt mensen weer de boot, dan laten we wat anders doen. Zo is dat een beetje de laatste jaren. Ja. Maar die woningbouwcoöperaties die hebben natuurlijk ook heel goed aangevoeld welke kant het op is gegaan. En die zijn onder de vleugels van de woningbouwcoöperatie zijn ze zich gaan profileren als ontwikkelaar. Ja, maar ook onder druk van het ministerie. Steeds. En dat gebeurt nog steeds. Ja, ze moeten terug naar kerntaken. Ja, ze hadden ook gigantische stapels geld waar ze alleen maar van vergaderden en gingen eten en zo. Dat is natuurlijk ook jammer. Ja. En dit soort, want doen jullie dit nou ook, want het nadenken over die verandering in bevolkingsstand, dat doe je samen met de lokale partners, of in de regio, ook met de corporaties, zorg, welzijnsinstellingen. Kijk, als het gaat om de woonvisie waar we nu gewoon, waar we in 2010 echt een verhaal voor moeten opleveren, ja, daar zit het hele maatschappelijke veld in, en de enquêtes en de corporaties. En vooral ook om die corporaties, want het beheer wordt steeds belangrijker. Ja. En dat ligt een soort beschermde omgeving vergeleken met de stad. Voor kleine De VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ja. Ons allermoeder. Zij vroeger een burgemeester waar ik ooit werkte. De VNG is ons allermoeder. Ja. Jullie zijn er op een goede manier op ingesprongen. Maar hier reageert ook natuurlijk nog steeds de waan van de dag. Ja. Wij komen 's morgens op kantoor. Dan ligt gewoon een stapel werk. En we hebben niet meteen, misschien wel zin, maar niet meteen gelegenheid om ons in dit soort vraagstukken tot in diepte te verdiepen. Hè? Maar dat gaat langzamerhand, gaat dat natuurlijk wel gebeuren. Ja. Ja. Ja, daar is het ook op gericht allemaal. Speelt bij de politiek. Bewustwording.
Ja, en een aantal regio's is veel meer om bereikbaarheid en kwaliteit dan om hoeveelheid. Ja. En 4 zwembaden voor 5 kernen is gewoon misschien wel 2 te veel. Ja. Ik kan niet beoordelen, als je 17 kilometer moet fietsen, zou ik zeggen van nou, dan wel. Als je met 2-3 kilometer fietsen op een klein busje, dan niet. Ja. Die discussie speelt hier nu al. Ja. Ja, die speelt in heel veel gemeenten. Daar leggen ze ook soms op. Is 12 jaar geleden uit 3 gemeenten samengesteld. Ja, die hun eigen sportveld, eigen voorziening, eigen school, eigen sporthal. Ja. En nu eigen kerk en eigen zwembad. Dat hou je niet vol. Dat houden we nu echt niet. Maar ik heb dan liever een tropisch zwembad dan 3 van die 50 meter botjes. 25 meter botjes. Jij, dat wil jij. Dat is toch de discussie. Je moet 1 goede of 3 hou je niet vol. De eisen gaan ook steeds omhoog om zo'n zwembad te exporteren. Ja, maar laatst.